Het was de minister van Binnenlandse Zaken die de KNVB het laatste zetje gaf om gisteren in overleg met de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam en de beide clubs te besluiten de finale in tweeën te splitsen. Rotterdam topsportdirecteur Den Oudendammer vindt dit het enige juiste besluit van de afgelopen weken. Ondanks de protesten van een deel van de Feyenoord-aanhang gisterenavond. Ik denk dat ze toch ook zouden moeten kijken. Er kunnen nu wel heel erg veel Feyenoord-supporters straks naar die tweede wedstrijd kijken. Waar in feite de Feyenoord de beker zou kunnen gaan winnen. De vraag is wel hoeveel schade de afgelopen weken is aangericht in de lobby het WK 2018 naar Nederland en België te halen. Waarbij Rotterdam met een nieuwe Kuip een rol gaat spelen. De ellende zal niet doorslaggevend zijn, maar Nederland moet nu wel laten zien dat zij serieus werk maakt van de voetbalwet, zegt Den Oudendammer. Ja, nou juist ook met het oog op het WK en het imago voor Nederland. Want we hebben natuurlijk al een deukje opgelopen, dat kan niemand ontkennen. Die voetbalwet, die moet er gewoon komen. En ik denk dat Kamerleden, ook straks zeker de nieuwe Kamer, want die zal er dan over gaan, dat als een van de eerste agendapunten op zijn kalender zou moeten zetten. Die voetbalwet moet lik op stuk beleid naar relschoppers, inclusief stadionverboden met een meldingsplicht tijdens wedstrijden, wettelijk mogelijk gaan maken. KNVB-directeur Kessler liet gisteren weten te verwachten dat na de afgelopen weken duels tussen Ajax en Feyenoord nooit meer met supporters van de bezoekende clubs gespeeld zullen worden. Het staat voor mij wel vast, want ik ga ervan uit dat de overheid voorlopig echt wel zal zeggen, bij dit soort wedstrijden, daar komen de supporters van de bezoekende club er niet meer in. Ja, dat zou ik echt dramatisch vinden. Dan geef je in feite toe, en daar ben ik absoluut geen voorstander van, rustpauze is prima, wat de burgemeesters eigenlijk al afgesproken hebben, een aantal jaren. Maar ik denk, om een uitspraak te doen nu tot in de eeuwigheid, ik denk dat dat echt toegeven is aan ongewenste omstandigheden en daar moeten we niet aan beginnen.